Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bosse Bol. De Bol heb ik bij me en een prachtige omgeving, want je zou niet zeggen dat ik in de binnenstad van 's-Hertogenbosch ben. Nou, even afwachten waar we naartoe gaan, maar succes verzekerd. Ga je mee? Monique, wil je dan bij u mijn tas dragen? Kijk hè, doei! Wil je eventjes bij meneer Rob? Nou, we zijn binnen aangekomen, de prachtige locatie. Kunt u mij vertellen in welke locatie zijn we vandaag te gast? Wij zitten in de vergaderzaal van de Oeteldonkse Club. Nou, dat vergaderen dat mogen we lekker overlaten aan de Oeteldonkse Club, want daar zijn wij helemaal niet van. Wel een klein beetje reclame voor de Oeteldonkse Club, want we mochten hier te gast zijn vandaag. Maar u bent de heer? Ik ben Martin Rovers. En de heer Martin Rovers is van welke vereniging? Ik ben lid van het Koninklijk Zetermans Mannenkoor met heel veel genoegen. Ja, want dat was mij al duidelijk. We hebben meneer een paar keer aan de telefoon gehad en die zei: Harriet, nou moet je echt komen, want wij hebben zo'n prachtig mannenkoor. Alleen u had mij één belofte gedaan. En ik zie hier nu vier mannen wel prachtig in nette kleren, maar u had mij smokings beloofd. Daar hebben we het over gehad, maar ik dacht dat ik je verteld heb dat dat niet mogelijk zou zijn. Heb ik weer niet goed geluisterd, hè? Het feit dat u normaal in smoking staat, hoe groot is het koor momenteel? Momenteel 30 man. 30 man. Ja. Maar er waren glorietijden. Hoeveel jaar bestaat het koor? Het koor bestaat op dit moment 107 jaar. 107 ja. Jaar. Wie zijn het langst lid? Weet u dat ook? Ja. Dat is Nout van Rosmalen en die is dan, als ik het goed heb, 64 jaar lid. Ja? Ik zelf hoor zelf bij met nog eentje, Gerard van Kasteren, allebei 52 jaar lid. En wat is uw toonsoort? U bent bas, tenor, wat bent u? Tweede tenor. Oeh, die meneer die kan goed zingen. Tweede. Tenminste, vrij hoog hè? Toch nou, nee, nee, hoog? Nee. Toch iets hoger? Eerste tenor is hoog. Ja, ja. Nou ja, en bas is heel laag. Ik kom niet hoger als de bas momenteel. En hoe lang... Ja, ik zing vrij laag. Maar ik kan het wel. Ja, ja. Ja. Dat zult straks horen. Nou, ik denk dat jullie hele andere... Wat voor soort muziekstukken spelen hier? Zingen jullie? Heel divers. Van klassiek tot aan modern en alles wat er tussenin zit. Nou, dat is natuurlijk een heel onduidelijk begrip voor onze kijkers. Ik wil gewoon... Wat zijn de moderne stukken? Noemt u eens één. De Roos. Kijk, bekend bij iedereen, dacht ja, ik wel. Bette Mittler, die ik voor ja. Uitvoering ken. Ik. Ja. Dus dat is een van de stukken die in de moderne. En de klassiekers? De klassiekers, dat gaat van kerkmuziek, religieuze liederen tot aan. Handel, de Mozart. Ja, noem ze maar op. Maar hebben jullie ooit ook wel de Matthäus Passion gezongen? Nee, niet dat ik weet tenminste. Staat dat nog op jullie lijstje? Nee, helemaal niet. Nee, dat is wel een heel heftig stuk natuurlijk. Maar die heb ik in het verleden wel een keer gezongen. Deze bol is er niet voor niks. Eigenlijk staat hij een beetje symbool. Want normaal verrassen wij mensen, zeggen we hoe en wat. Maar deze keer is het een aandachtbol. En die wil ik even aan u geven. We gaan hem dadelijk maar uitpakken. Want waarom staan wij... We kruipen elkaar maar iets meer weer even aan. Waarom gaan wij de aandacht vestigen op dit koor? Houd hem maar iets lager. Omdat wij zangers zoeken. Kijk. Want dat is de clue. Niet meer en niet minder. We hebben 30 leden op dit moment en we willen graag groeien. Niet in één keer 20 mensen erbij, maar we willen graag groeien naar 30, 40. We zitten nu op 30 mensen, maar naar 40, 45 mensen of zo. 45 leden. Ja. En in welke toonsoort zoeken jullie nou mannen? Nou, we hebben het geluk dat de partijenverdeling heel erg goed is. Dus eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Hè. Dat mag eerste, tweede tenor zijn, mag ook eerste, tweede bas zijn. Ja. Maar dan wil ik ook een motivatie, want we weten nu hoeveel mensen er zijn, dat ze heel trouw zijn. Maar ja, we willen natuurlijk ook weten, waarom moeten ze bij dat koor komen en in welke leeftijdscategorie? Want hier zit ook verscheidenheid van leeftijd. Ja, we verzoeken eigenlijk niet al te oude leden, laat het zo zeggen. Ja? Iets jonger dan wij zijn. Maar het mogen 40ers. Dus 40ers. Vanaf 40 heb je de meeste kans dat ze inderdaad ook een lange tijd blijven. Als je de jongere mensen pakt, dan heb je over het algemeen de kans dat ze vanwege het werk ook weer snel weg zijn. Ja. Dus wij willen wat dat betreft graag mensen die al enigszins gezetteld zijn in Den Bosch. En voorlopig niet meer, waarschijnlijk
niet meer... Ze mogen bij u blijven plakken. Ze mogen bij ons blijven plakken, juist. Nou, dat is gewoon... En heren, kom nou, want je mag een smoking aan. Dat is natuurlijk... Ja, maar daar ging ik een klein beetje voor. Ik denk, nou, dat wordt mooi. Maar is dat ook zo? Is dat al jarenlang het tenue van uw koor? Ja, bij een uitvoering hoort de smoking. Ja? In kostuum. Dat is al jaren zo. Ik ken niet anders. En ja, de presentatie moet ook een beetje behoorlijk bij gekleed staan. Hè? Ja. Het gaat samen, het zingen en hoe je eruit ziet. Ja. Nou, dat is een eenheid. Nou, in eenheid. Er waren hier mensen te gast van een vergadering van de Oeteldonkse Club. De bol is groot genoeg. Die moeten we maar even gaan delen. En wellicht, hè, kunt u daar een paar zieltjes winnen. Misschien willen die ook nog wel bij uw mannenkoor. Graag, heel graag zelfs. Kijk, dat bedoel ik. We gaan hem aansnijden. Geri, jij bent vandaag extra voor mij om de Bosse Bol te filmen. Iedereen kent Geri. Jij hartstikke bedankt. En ik wil eigenlijk ook cameramensen en editors erbij. Want als jullie dat mogen, mogen wij ook een oproepje doen. We gaan hem even aansnijden en straks kletsen we verder. Ook nog muziek. Dank je. Dus hebben we de bol heerlijk opgesmikkeld. Dat was gezellig. Maar u liet mij ook een cd zien. Ja. En daarop vroeg ik u, u mag één liedje uitzoeken. En toen werd het een bijzonder lied wat erop staat. Ja, dit is cd uit 2003 die het Koninklijk Sterrenbosch Mannenkoor uitgegeven heeft. En dat beginnen wij met het Wilhelmus van Nassauen. Ja? En waarom doen wij dat? Waarom hebben we dat toen gedaan? En hebben we nu dat nog in ons repertoire zitten? Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog onze oude koningin, als die voor de televisie kwam, voor Radio Oranje, ja, dan werd ons... Lied gedraaid. Maar ook dat van is... jullie uitvoering. Van, ja, van het Sterrenbosch Mannenkoor. Dus dat is heel bijzonder. Dat is wel een heel bijzonder verhaal. Ja. Nou, dat wilde ik in ieder geval heel even onder de aandacht brengen. Want je zegt dan wel van ja, we zoeken nu een jongere lichting. Maar iedereen kent het Wilhelmus. Of we nou voetballen beginnen of niet. Het Wilhelmus galmt overal. Zijn jullie per definitie ook een koninklijk gezind naast jullie koninklijke naam? Ja... Niet meer en niet minder als de gemiddelde Nederlander, denk ik. Alhoewel wij wel altijd zeggen, wij zijn een koninklijk koor. En wat willen we daarmee zeggen? Ja, en wat bedoelen we daarmee? Dat we toch wat meer kwaliteit neerzetten als dat de meeste koren doen. En daar streven we ook naar. Dus we hebben de lat, wat zingen aangaat, hoog liggen. Wat geen belemmering mag zijn, merken we ook hoor met mensen die komen zingen bij ons. Ze worden goed geïntegreerd. We hebben een goede dirigent. Het moet er ook een beetje in zitten. Hè? Want ik neem aan dat jullie ook mensen in jullie een nieuwe koor willen hebben die al lid zijn van een ander koor. Want vaak is het zo dat ze bij het ene koor zitten en ook bij het andere koor. Hè, want zo werkt het toch ook? Ja, dat kan en dat mag. Hè. Wij zijn met ledenwerving bezig. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat we mensen willen wegpikken bij andere koren. Nee, gewoon bij elkaar. Ja, hè, en heel vaak zie je dat mensen van meerdere koren lid zijn. Hè. Ja. Dus iemand wel ergens zingt of in een gemengd koor of gewoon zegt ik vind het leuk om te zingen. Hè. Die hebben we er graag bij. Ja. En als het een drempel is, hè, dat men denkt van, oh, ik kan misschien niet zingen of ik heb er een beetje moeite mee. Hè. Wij kunnen trainingen of cursussen geven of via de muzerijen om dat te regelen. Dat is geen enkel probleem. Ga ik toch nog even vragen.
Het zijn echt alleen maar mannen die mogen komen zingen. Ja, het zijn echt alleen maar mannen. Ik had er 3 jaar geleden of 2 jaar geleden een hele hoop discussie over. En we deden dan de Sint-Jansdag mee, hè, wat we in juni weer doen. Ja. En daar flyerden we een beetje hè, ook hè, om onze koor onder de aandacht te brengen. En dan heeft de mevrouw al 10 minuten tegen me aan staan praten. Ja. Want dat kan toch niet in deze tijd? Hè, Nou, dames van Sertogenbosch en omstreken, jullie mogen dus nu niet doen, maar jullie mogen wel allemaal komen kijken. Want er in het najaar ook weer een prachtig concert. Ja, in het najaar hebben we een concert. Doen we samen met de Koninklijke Harmonie uit Schijndel. Oh, dus we hebben een combinatie. Ja, dus we hebben een koninklijk concert wat we gaan geven. Op welke dag is dat? Dat is op de 19 september, zeg ik uit mijn hoofd. 6 november. Oh. Uit goede bron hoor ik dat het 6 november... 6 november. Nou, tegen die tijd kunnen we dat allemaal nog even controleren, want het staat waarschijnlijk wel op hun site. Voor nu wil ik u bedanken voor de gastvrijheid. Dit was een nieuwe bol, een ja, bol waarin u gewoon eventjes iets extra's mocht doen voor uw vereniging. Vond u het wat? Nou, en ik vond de bol heerlijk. Nou, de bol was lekker. Mensen, bedankt voor het kijken. Schrijf even, u kunt ook mailen naar bostion@bostion.nl. Wilt u lid worden van deze koorvereniging? Of gewoon naar de site van u. En dat is de site? Bosmannenkoor.nl. Nou, even contact opnemen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe! Aankondiging en dan zeg ik, ga je mee, dan loop ik uit beeld en dan kun jij omhoog of omlaag of naar de zijkant, wat jij wil. Ja, jij loopt gewoon uit beeld. Nou. Ja, de knapste man, daar ben ik het niet. En dan zegt ze, wat staan ze toch netjes? Ik zeg, ja, goed gedresseerd. Ja. Zo ver zijn we. Hey schat. Doeg. Sta ik weer voor het beeld? Zet jij mijn schat tegen haar.